Haagse stationsbuurt, de Schilderswijk en Transvaal, het City Mondiaal gebied, is zo'n 85% van de bewoners van een andere etnische achtergrond. City Mondiaal promoot deze wijken in en buiten Den Haag. De etnische ondernemers en culturele instellingen bieden in deze wijken een breed scala van producten en diensten aan. Wie de culturele diversiteit in deze wijken wil ontdekken, kan terecht bij het City Mondiaal informatiecentrum aan de Wagenstraat. De basis van City Mondiaal is de wandelroute. De route kunt u lopend, fietsend en zelfs op de step volgen. Komt u met een groep, dan gaat u onder begeleiding van een gids door het City Mondiaal gebied. Nog leuker is het als u de route uitbreidt met een bezoek aan bijvoorbeeld een moskee, Hindoestaanse tempel of het Oosters badhuis de Haman. Met een groep een workshop doen kan ook. Chinese kalligrafie, tai chi, Afrikaans trommelen of een sari show. Het is allemaal mogelijk. Uiteraard is er langs de route volop gelegenheid om af en toe te stoppen voor koffie met Turkse baklava of Chinese thee met dimsum hapjes. Voor individuele wandelaars is bij het City Mondiaal Informatiecentrum en bij de VVV's in Den Haag de wandelroute te verkrijgen. Met de kaart in de hand kunt u zelf op ontdekkingstocht door kleurrijk Den Haag. Neemt u de tijd om de verschillende winkeltjes te bekijken. Chinese toko's, Indiase godenbeelden, Marokkaanse koekjes, Iraanse rozenjam en nog veel meer. Ook de Haagse markt mag niet ontbreken tijdens uw bezoek aan City Mondiaal. 4 dagen in de week, maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, kunt u op deze markt terecht voor een uitgebreide sortering exotische groenten en fruit en vele soorten verse vis.